Goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. Richting de laatste handelsdagen van 2019 trokken de Amerikaanse indices wederom redelijk aan. De Nasdaq met 0,9%, S&P met 0,7%. De Dow Jones bleef wat achter dankzij de daling van Boeing. Het vertrouwen van de huizenbouwers steeg naar het hoogste punt sinds 1999 en Tesla deed het goed met een plus van ruim 6%. In Azië liepen de indices ook verder op naar de euforie over de fase 1 handelsdeal. Wel zetten diverse analisten vraagtekens bij de haalbaarheid van het plan. China zou immers immense hoeveelheden agrarische producten moeten gaan inkopen. In Amsterdam opent de beurs vanmorgen op basis van de futures fractioneel lager. Arcadis staakt de investeringen in het Braziliaanse Alen. Dit door het achterblijven van resultaat en rendement werd besloten een strop te nemen van 85 miljoen op nog lopende verplichtingen. De Oostenrijkse staalfabrikant Voestalpine heeft voor de tweede keer dit jaar een winstwaarschuwing afgegeven. En Sif Holding scoort een mooie order voor een windmolenpark bij Saint-Nazaire en schuift het Amerikaanse Vineyard Wine Project op de lange termijn. Op de agenda zien we vanmorgen werkloosheid uit het Verenigd Koninkrijk om 10:30, handelsbalans vanuit de EU om 11:00, woningbouw en vergunningen vanuit de VS om 2:30 en industriële productie om 3:15. Belangrijk banencijfers voor de vacatures zijn er om 4:00. Dan 19 december gaat Van Lanschot Kempen nog ex-dividend, speciaal dividend 1,50 €. En we zien UBS zet Koninklijke Olie op kopen, koersdoel 32,35. Jefferies zet Vopak op kopen, koersdoel 55. En ING zet Fugro op kopen met een koersdoel van 11. En Beerdenberg tenslotte zet AMG op kopen met een koersdoel van €30. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.